met Frank van Heideroosjes. Jullie waren hier voor het laatst op Tijuana in de vorige eeuw. Ja, een tijdje geleden. De tijd vliegt. We worden oud. Ja, gelukkig wel. Ik mag ook wat oud worden, ja. Oh ja. Nee, ja, de laatste keer, ik weet niet precies het jaartal wanneer de laatste keer was, maar inmiddels zijn we 5, 7 jaar geleden gestopt eigenlijk. En dit jaar hebben we even een paar optredens die we mogen doen. En onder andere Tijuana Tuinfeest, dat is toch altijd een feest. Ja, want waarom zijn jullie toen eigenlijk 7 jaar geleden gestopt? Ja, op een gegeven moment. Oh, en dat zegt hij nu pas. Ja, dat zeg ik nu pas. Nee, nee, op een gegeven moment dan heb je eigenlijk zo'n beetje alles bereikt wat je kunt bereiken, wat je wil bereiken. En dan de koek is een beetje op. En dan is het het beste om te stoppen voordat je ruzie hebt met elkaar. Ja. Volgens mij was dat gelukt. Maar, ja, dat was een grapje. Dat was niet net. Nee, dat was gelukt. Nee, dan, gelukkig. Als je dan toch weet, als op een gegeven moment is het dan klaar of zo. Je groeit verder, je krijgt een gezin, je krijgt allemaal andere dingen. En, ja, op een gegeven moment was het de hoogste haalbare voor ons als bandje, de 7e keer Pinkpop. En dat is super leuk, 7 keer Pinkpop. Maar 6 keer is ook leuk. En we moesten gewoon echt alles daarvoor aan de kant zetten. We waren nooit op verjaardagen, we waren gewoon bijna nooit thuis. En alles moest gewoon altijd wijken voor die band. En dat was gewoon, ja, we hadden op een gegeven moment wel behoefte om verder te leven of andere dingen te gaan doen. Niet meer alles opzij te zetten voor muziek. Ja, dat is het, ja. En toch na 7 jaar weer besloten om bij elkaar te komen? Ja, het blijft toch altijd ergens een soort van kriebelen. En we zijn toch wel op tijd uit elkaar gaan. Of nou ja, we zijn elkaar gewoon blijven zien. 1 keer per jaar op een barbecue. En dat was leuk en gezellig altijd. En ieder jaar ging het er weer over. En dan kon die weer niet. Of dan had die weer dat project lopen. Of dan kwam dat niet handig uit. En toen vorig jaar had iedereen zoiets van ja, kan eigenlijk wel, ja. En toen gingen we eigenlijk 2 optredens doen. Maar dat was de Melkweg in Amsterdam en de AB in Brussel. Maar die waren echt binnen een paar minuten was het uitverkocht. En toen gingen de eerste die belde was Tuinfeest Lierhoek, maar er gingen heel veel festivals gingen bellen. En toen dachten we van ja, eigenlijk is het ook wel leuk. Als we dan toch bezig zijn, dan... Nou, en nu zitten we hier. Ja, als je er dan toch aan begint, dan kun je het ook maar meteen goed doen. Want jullie gingen naar ongeveer na je 2 optredens ruim 20 festivals doen. Ja, nou, we hebben gezegd van ja, het moet er tussendoor voor ons allemaal. We hebben inmiddels allemaal gewoon een ander leven opgebouwd. En we hebben gewoon afgesproken met elkaar. We gaan alleen maar de dingen doen die we leuk vinden. En die festivals hebben eruit gepikt. Ja, dat is ook het belangrijkste, toch? Toch blijven doen wat je leuk vindt. Ja, als je dat mag doen in het leven, dan heb je het niet heel slecht. Ja, dat is wel het voordeel. We hoeven niet meer van. Het is niet onze carrière, de band. Dus je moet niet ook dingen doen die wel goed zijn voor je carrière, maar eigenlijk helemaal niet zo leuk zijn om te doen. Dat hoeft niet. Ja. Je kunt nu gewoon echt kiezen welke dingen waren altijd tof. De Tijuana Tuinfeest is altijd leuk, dus ja, dat is een no-brainer, dat ga je gewoon doen. En zo zijn er meer van dat soort festivals waar je dan, dat is super tof dat je er nu nog een keer mag spelen. Ja, jullie hebben nu dan de planning om 1 jaar te spelen en is er daarna nog een enige kans dat jullie toch nog een keer ergens anders willen spelen? Nou, voorlopig moet mijn gezin zeg maar alles aan de kant zetten om dit jaar mogelijk te maken. En ik vind het super lief dat ze dat doen. Maar dat betekent ook wel dat we dat echt gewoon 1 jaar gaan doen. En daarna is het ook weer klaar. En wie weet ooit, of dat, nou ja, dat zien we dan wel weer. Maar voorlopig is het dan weer gedaan. Ja, als jij 7 jaar geleden aan mij had gevraagd, gaan jullie ooit nog een keer op het podium staan? Had ik ook zeker gezegd nee. Nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus ja, je kunt niet voorspellen wat er gebeurt. Je moet niks uitsluiten. Het is toch gebeurd. Ja, precies. Dus je moet niks uitsluiten, maar van tevoren plannen, dat moet je ook niet denk ik. Nee, je moet het gewoon laten gebeuren eigenlijk. Ja. Nou, hebben jullie nog verwachtingen voor het optreden vanavond? Nee, maar ik hoop wel dat het droog is. Ja, oh ja. Ja, dat hoop ik ook heel erg. En dan komt het eigenlijk altijd, vooral zijn eerste dag, Tijuana Tuinfeest. Het is vrijdag, mensen beginnen meteen flink met tanken. Dus er wordt geheid gezellig, daar ben ik niet zo bang voor. Ja, dat moet wel. Ja, en toch nog eens 6 keer terug op Tijuana Tuinfeest. Heeft het voor jullie ook nog waarde om hier te spelen, naast dat het leuk is? Ja, we hebben gewoon een hele lange relatie met het Tuinfeest. Ook met de show zelf. En we hebben er ooit een keer een Mark van Hork leren kennen. En die was toen nog steeds boeker hier op het festival. En we hebben toen gevraagd van ja, zou je niet met ons mee willen als tourmanager op tour?
En ja, dat wilde hij wel een keer proberen of dat iets was, de tourmanager. En nou, toen is hij gewoon jaren met ons mee geweest. En nou, wij kwamen al die jaren natuurlijk, als we hier niet moesten spelen, dan kwamen we hier lekker mee drinken. Dus we zijn, nou, we zijn hier vaak doorgezakt en het is nou, lekker om... Moeten we lekker spelen? Ik geloof dat wij de eerste keer hier, wat hoor ik net, was dat in 98. Dat was de eerste keer dat we hier speelden. Dus dat is, nou ja, dan heb je op zich wel een geschiedenis. En als je dan zo vaak terugkomt, ja, dan heb je het wel naar je zin hier, zeker.